Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik lipstickkitjes testen van Action. Het gaat om deze lipstickkitjes. Het zijn 3 lipstickkitjes en er zitten 3 producten in. En ik heb deze in de shoplog laten zien en toen vroeg ik eigenlijk of jullie het leuk zouden vinden om je review rond te zien. En er kwam toch wel de reacties op, ja, zou het wel leuk vinden als je deze zou willen reviewen in een video. Dus vandaar dat ik deze ga testen. Mocht je benieuwd zijn of deze low budget kitjes een beetje bevallen of dat ze goede pigmentatie hebben, wat dan ook, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, dit zijn dus de lipkitjes. Ze zitten in doosjes. Ik heb ze in 3 kleuren. Ik heb hier allereerst de Diva Kiss. Dan heb ik de Kiss Rose. En ik heb de Baby Doll. Ik weet niet precies hoeveel kleuren er waren. Ik kon in de Action, maar ik was 3 kleuren vinden. Dus ik heb 3 kleuren gekocht. Ik zal ze dus gewoon eens even openmaken. In dit kitje zit een lip liner, een lipgloss en een lipstick. De verpakkingen zijn gewoon eigenlijk vrij basic. Er staat ook verder geen kleur op. Dus dat vind ik wel een beetje lastig. Dat het is gewoon zo basic, zeg maar. En nou, laten we gewoon eens even beginnen met het testen van de Baby Doll. Dat is een beetje een paars kleurtje. Ik ben wel heel erg benieuwd. Sorry dat ik mijn neus ophaalde, maar ik ben heel erg verkouden. Ik zal jullie even wat inzoomen en dan gaan we gewoon eens eventjes deze lipkitjes testen. Oké, jullie zijn ingezoomd. Ziet er waarschijnlijk heel gek uit. Ik heb hier allereerst het liplinertje. Dat is deze. Het is een lipliner die je wel moet slijpen. Dus het is geen lipliner met een draaimechanisme. Ik hou daar persoonlijk wel meer van. Maar ik ga gewoon eens even kijken hoe je het aanbrengt. Ik heb even een spiegeltje erbij. Zodat ik eventjes kan kijken of dat ik het een beetje netjes doe. Hij voelt vrij hard op de lippen. Maar op zich geeft hij wel een goede pigmentatie. Ja, ik vind hem eigenlijk wel mooi. Ik vind het, ja, het potloodje is wat harder zoals ik zei, maar het ziet er niet heel verkeerd uit. Dan ga ik de lipstick aanbrengen. Hij heeft een ronde bovenkant. Dus op zich ziet dat er wel mooi uit. Even kijken hoe dat staat. Oh. Heel mooi. Ja, ik vind hem heel mooi. Het is echt een mooi paars kleurtje. Vind ik ook wel leuk bij de herfst. Ik vind dit eigenlijk al wel een hele mooie combinatie. Maar nou is natuurlijk de vraag, wat gebeurt er als ik die lipgloss eroverheen aanbreng? Ik ga ervan uit dat het een gewone glimmende lipgloss is. Dus dat gaan we eens even testen. Oeh, hij ziet het applicatortje lijkt heel paars. Paarser dan gedacht. Maar we gaan het gewoon eens even proberen. Zo. Ja, ik vind hem wel mooi. Het is wel een beetje een slappe applicatie. Want ik voel dat het applicatortje in de dop een beetje los zit. Maar ik vind dit wel een hele mooie kleur. Dus dat is dan de Baby Doll. Ik moet echt zeggen, ik ben onder de indruk. Ik vind dit echt heel erg mooi. Dus dat is deze dan, de Baby Doll. Ja, heel nice. Oké, nu gaan we de Diva Kiss testen. Zoals ik al dacht, een wat lichter kleurtje te zien op de doos. Nou, even kijken hoe het erin zit. Wederom hetzelfde verpakt. En het zijn wel wat, ja, lichtere kleurtjes als ik zo naar de lipgloss kijk. Maar we gaan gewoon eens even testen hoe het er in het echt uitziet. Als ik dit zo zie, dan denk ik van, nou, het kan vrij licht zijn. Maar misschien valt het, als ik het heb aangebracht, wel reuze mee. Ook bij deze beginnen we weer even met de lipliner. Ik vraag me af of hier heel veel kleur in zit. Ik vind hem vrij licht. Je moet wel heel hard drukken, vind ik, om hier wat kleur van af te krijgen. Hij is een beetje nude-achtig.
Ja, ik vind hem vrij licht. Ik denk dat hij voor jullie meest zichtbaar gaat zijn. De lip liner. En om hier wat kleur van af te krijgen, moet je iets harder drukken. Dus dat vind ik iets minder prettig. Dus laten we de lipstick maar eens even gaan aanbrengen. Die is ook... Ja, hij sluit natuurlijk helemaal aan bij de kleur. Dus we gaan eens even kijken of dat dit een beetje kleur gaat afgeven. Ja, als je hem goed aanbrengt, zie je het echt wel. Hij is wel wat matiger als die andere. Ik vind hem iets minder pigmentvol, maar dat kan natuurlijk ook komen omdat het gewoon een veel lichter kleurtje is. Dus ik vind deze, ja, ik vind het mooi, maar het is wel heel nude-achtig. Het is wel iets wat bij een herzig ooglook zou kunnen. Maar we gaan eens even kijken wat het natuurlijk doet als die lipsgloss er overheen zit. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Oh, deze ziet er wel pigmentvol uit als ik hem zo bekijk. Even kijken of die nu... Ja, dit doet deze kleur wel beter aan, vind ik, de gloss er overheen. Al blijft die vrij minimaal, moet ik zeggen. Het blijft wel een minimaal kleurtje. Ik zal ook wel even een foto van de kleur die ik draag in beeld zetten. Dan kun je gewoon gelijk even kijken wat je er zelf van vindt. Omdat ik niet weet of die helemaal goed overkomt op camera. Deze kleur is wat matiger dan de allereerste. Dus dit was dan de Diva Kiss. Wat lichter. Op zich niet verkeerd, maar als je van donker houdt vind ik hem net iets te licht. Tijd om het laatste kitje te testen. En dit is de Miss Rose. En hier, toen ik deze verpakking zag, was ik hier zelf ook wel heel erg enthousiast over. Omdat ik wel heel erg van roze hou. Maar je weet natuurlijk niet hoe het eruit ziet uit de verpakking. Dus ik pak even de lipgloss eruit. Hij ziet er wel lekker fel uit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit op mijn lippen gaat zijn. Gaat hij ook zo fel zijn? Valt het misschien toch tegen? Ik ben heel erg benieuwd. Dus laten we deze maar eens eventjes gaan aanbrengen. We gaan weer eerst natuurlijk de lipliner aanbrengen. Oh, hier word ik blij van. Hier word ik heel blij van. Ik weet niet of het voor jullie heel goed zichtbaar is, de omlijning. Het is een beetje lastig, denk ik. Maar ik word hier al heel erg blij van. En dit is natuurlijk puur dat je lipstick niet gaat uitlopen, de omlijning. Dus normaal zie je het ook niet als je gewoon de juiste kleur lipstick erbij pakt. Of lipgloss natuurlijk. Nou, dit is de kleur. We gaan eens even kijken. Ik hou hiervan. Heel nice. Ook heel mooi kleurtje. Hij had wat nog een tikkeltje donkerder mogen zijn. Maar het is niet, zeker niet verkeerd. En de laatste stap is natuurlijk weer de lipgloss. Ik ben heel benieuwd. Ook deze voel ik dat de applicator wat los zit in de dop. Maar goed, zolang je blijft zitten vind ik het prima. Oh. Heel nice. Ja. Heel mooi kleurtje. Daar word ik heel erg happy van. Ja, echt heel erg mooi. Echt mooi gekleurd, mooi roze. Ja, dit zou ik, dit, ja... Dit is zeker een hele mooie kleur. Ik word hier heel erg blij van. Mijn eindconclusie van deze lipkitjes. Ik vind deze, de roze, de baby doll, het roze doosje, vind ik super. Vind ik echt heel erg mooi. Word ik heel blij van. Mooi donker kleurtje. Goede pigmentatie. Ja, de potloodjes vind ik wat aan de harde kant. Maar dat is ook persoonlijk. Zoals ik al eerder vertelde, ik ben meer iemand die houdt van... potloodjes met een draaimechanisme, omdat die net wat creamy zijn en net wat zachter aanbrengen.
Dus ik voel nu wel heel erg, zeg maar, dat ik die lipliner heb aangebracht. Maar dit kleurtje vind ik echt super top. Deze, de Diva Kiss, is mooi. Vind ik wat aan de zachte kant. Had van mij feller gemogen. Is net iets te licht. Zoals ik al zei, bij een heftige ooglook vind ik het heel erg leuk. Maar voor nu, als je gewoon een minder heftige ooglook zou kiezen, zou je liever voor een fellere lipstick gaan. Dus ik vind, ja, hij is leuk, maar ik vind hem net iets te licht. Ja, en de Miss Rose, daar ben ik heel erg blij mee. Die vind ik echt geweldig. Het blauwe doosje is dat. Die vind ik echt top. Mooi roze kleurtje. Lekker pigmentvol. Ik hou er gewoon heel erg van. Ik word echt blij van dit soort kleurtjes. Dus ik vind dat echt heel erg leuk. Ik vind het dus echt hele leuke kitjes. De Baby Doll en de Miss Rose zijn dus mijn favoriet. Ja, super leuke low budget kitjes. Ja, waardoor je eigenlijk gewoon altijd een hele passende lipset hebt. En dat vind ik zelf altijd heel erg fijn. Want het is vaak nogal wel eens moeilijk om een passende kleur te vinden bij de juiste liner of bij de juiste lipgloss. Dus ik vind dat heel erg leuk. Je zou natuurlijk ook gewoon de lipstick los kunnen dragen. Want dat voelt ook heel comfortabel aan. Maar ik vind het juist wel leuk met die gloss eroverheen. Alleen vind ik gloss een beetje lastig als ik naar buiten ga. En het waait dat je haren erin plakken. En ik vind het bijvoorbeeld met drinken wat lastiger. Omdat je best wel veel afgeeft aan je glas. Maar over het algemeen ben ik wel heel tevreden over deze lipkitjes. Natuurlijk heb ik favorieten. Maar ik vind het, dat valt me niet tegen. Het is echt heel erg leuk. Dus mocht jij ook benieuwd zijn naar deze lipkitjes. Ze zijn te koop bij de Action. Ik weet niet in hoeverre het is of ze nog te koop zijn. Want het kan bij de Action heel snel gaan. Ik weet ook zelfs dat in een aantal winkels dat ze nog niet eens verkrijgbaar waren. Maar mocht je hier geïnteresseerd in zijn, zou ik zeggen, hou het zeker even in de gaten. Mocht je ze nu niet zien, hou even in de gaten of ze nog komen. En wie weet kom je eens bij een andere Action en zie je ze ineens liggen. Dat was in mijn geval zo. Dus ja, ik word hier heel erg blij van. Ik ben benieuwd wat jij vond van deze lipkitjes. Of jij zelf hiervan houdt. Of dat je totaal helemaal niet gecharmeerd bent van dit soort producten. Laat het me zeker even weten. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je deze video dan ook leuk? Doe even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje te drukken met mijn gezicht. Maar ook even op mijn kanaal zelf. En als je dan op de abonneerknop drukt, vergeet er ook even niet om dat belletje aan te zetten. Want dan krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende video. Doeg!